De hearings die de regering houdt hebben als doel een mening te krijgen van mensen uit de verschillende sectoren over hoe zij naar deze overheidsprojecten kijken. Woorden van raadsadviseur Winston Lakin over de gesprekken die de regering vanaf gisteren voert met groeperingen uit het bedrijfsleven en de vakbeweging. Lakin noemde gesprekken kritisch en zeer constructief. Er zijn afspraken gemaakt om verder van gedachten te wisselen, zodat er gedetailleerde informatie verstrekt kan worden, zegt Lakin. Die ertoe moeten leiden dat dat wat reeds geproduceerd is en met name de structuur die er is bij de Islamic Development Bank, waarbij een bedrag van 1,8 miljard genoemd is voor mogelijke investeringen, de procedures voor investeringen, de gebieden waarin geïnvesteerd zou kunnen worden, de sectoren, dat daarover er wat meningen zijn gegeven, opmerkingen zijn gemaakt die voor de delegatie van de regering heel relevant zijn. En de afspraak is dat we direct naar de algemene informatieronde, en die moet geloof ik volgende week dinsdag, woensdag zover zijn, dat we gelijk daarna willen gaan zitten met de groepen om te gaan praten over de hele concrete gedetailleerde informatie, om die toe te voegen aan wat reeds is uitgewerkt. We moeten stellen dat de groepen vanuit hun verschillende brillen, vanuit hun belangenorganisaties, hun kanttekeningen geplaatst hebben. Zo wilden bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de vakcentrale weten welke waarborgen zijn er ingebouwd voor factor arbeid, voor werkgelegenheid. En dat ze binnen het heel plan toch terug zouden willen zien betere garanties voor deze groepen. Terugkijkend zegt Lakin dat het geen gemakkelijke dag was. Het was complex en de groepen hebben zich zeer kritisch opgesteld. Zij hebben ook aangegeven dat de betrokkenheid die nu gevraagd wordt structureel moet zijn. En dat ze hopen dat dit vastgehouden wordt door de overheid, zodat zij ook de gelegenheid krijgen om vanuit hun perspectief, hun bril te kunnen kijken naar op welke wijze men dit zou kunnen doen. De opmerkingen waren niet altijd even positief, maar ook die ruimte moet er zijn. Mensen mogen kritisch zijn over zaken. Bijvoorbeeld bij de vertegenwoordiger van ACMOS. Daar waren de kritieken iets scherper dan bij de rest. Zelf ietsje negatiever. Ook dat hebben we aangehoord, maar ook gevraagd om toch nog met z'n allen anders naar te kunnen kijken. We begrijpen de situatie. En het is nu zaak dat we met z'n allen toch kijken, hey, hoe komen we eruit? Want per soort van rekening is het een Surinaamse aangelegenheid. Niet alleen maar voor de regering, het geldt voor alle actoren. Het geldt voor het bedrijfsleven, het geldt voor de vakbeweging, het geldt voor NGO's, het geldt voor iedereen die deel uitmaakt van het economisch proces in Suriname. Lakin verduidelijkt dat er geld vrijgemaakt zal worden voor verschillende sectoren. Zo zal er $95 miljoen gereserveerd worden voor de agrarische sector. Er is echter gevraagd om weer naar dit bedrag te kijken, hetgeen volgens Lakin valide is. Er zijn voorstellen gekomen om minder te besteden aan infrastructurele werken en meer in de agrarische sector te stoppen, omdat die de duurzame sector moet worden die ontwikkeling moet garanderen.